Dit is Sandra Saris. Zij is leraar Nederlands en gaat iedere dag ontspannen naar haar werk. Niet alleen omdat zij lesgeven ontzettend leuk vindt, maar ook omdat zij om kan gaan met stress. Zij volgt namelijk stressreductietraining. Ik vind de benaming stress, dat schrikt ook mensen af, want er zijn heel veel mensen die denken van ja, stress heeft alleen een ander. Maar het is eigenlijk meer een soort ontspanningstraining die iedereen goed zou kunnen gebruiken. Ja, want je kan het vervolgens ook in je dagelijks leven toepassen. Hoi, welkom. Hoi. Kom verder. Je moet natuurlijk als je praat over stress eerst eens kijken waardoor je stress krijgt. Maar er zijn factoren waar die docenten geen invloed op kunnen uitoefenen. Het eenvoudigste voorbeeld is dat die leerlingen 50 minuten in de klas zitten. Dan kunnen ze niet een kwartiertje naar buiten om een kop koffie te gaan drinken. En wat is het dan prettig als je als docent toch met een zekere rust die situatie de baas kan. Dat is het doel van de training. En de effecten zijn dan dat je wat beter slaapt bijvoorbeeld, je wat ontspannender voelt, dat je minder last hebt van je buik of van je maag of van je nek. En dat heeft ook consequenties voor de leerlingen, want die merken dat er een ontspannen docent voor de klas staat. Nou, we gaan nu beginnen. Tijdens de training is er aandacht voor verschillende zaken. Het omgaan met emoties, gezond eten, genoeg bewegen. Maar het begint allemaal bij een ademhalingstechniek. Nou, het grote voordeel bij de ademhalingstechniek zoals ik die toepas, is dat het en wetenschappelijk onderbouwd is. En het hele bijzondere is dat je kan meten of die ademhalingstechniek of die ook effect heeft. Er is apparatuur voor, biofeedback apparatuur heet dat. En dan kan je dus zien of je inspanningen ook wel tot de nodige gevolgen leiden. Nou, je concentreert je dus op je borst, op je hart. Je doet net of je via je hart ook in- en uitademt. Je gaat heel rustig in- en uitademen. En je kan, ik heb hier een hulpmiddel waarbij je kan zien hoe je dat moet doen. Kijk, als het balletje omhoog gaat, dan adem je in. Je ziet dat het een tel of vijf en dan adem je weer uit. 1, 2, 3, 4, 5. En je ademt weer in. 1, 2, 3, 4, 5. En dan adem je weer vijf tellen uit. 1, 2, 3. 4, 5. Het geeft best wel direct al een gevoel van ontspanning als je zo op je ademhaling let. Het is in het begin wel een beetje raar dat je al je gedachten moet uitbannen en nergens aan mag denken. Ja, je probeert je gedachten dan uit te schakelen door ze zeg maar, ik visualiseer dan een soort van wolkje waarop ze wegdrijven. Klinkt misschien een beetje zweverig, maar dat werkt wel. Dus als er gedachten komen, denk ik nee. Nou niet. Ik ben die stressreductietraining gaan volgen omdat ik op een bepaald moment was ik aan het afstuderen voor mijn master. Ik werkte 80%. En ik zat ook nog in een echtscheiding, dus het was gewoon een heel hectische periode in mijn leven. En toen startte net hier op school die stressreductietraining. Hans van Ostie geeft ook adviezen over welke andere aanpassingen er in je leven mogelijk zijn. Hij adviseert over meer groente, fruit, minder suiker. En nou, dat zit in mijn hoofd, daar probeer ik veel aan te denken. Goed, ik zondig daar ook wel eens in. Als mensen die training hebben gevolgd, dan merk je in het algemeen dat er ervaringen zijn dat ze zich prettiger in hun vel voelen zitten. En je ziet dus dat in het algemeen mensen gezonder gaan leven, dat ze zich beter kunnen concentreren, dat de geheugenfunctie verbetert. En dat ze minder last hebben van allerlei lichamelijke klachten. Ik had jullie beloofd om van de laatste twee opdrachten van module 5 de antwoorden te geven. Ik zal die eerst even uitdelen. Ik heb nu voor zo'n 100 mensen een training verzorgd. En ik merk dat 95 van die 100 mensen er baat bij hebben. Dat zeggen ze niet alleen, dat meten we ook. Ik denk wel dat er op zich iets veranderd is aan mijn lesgeven. En ik heb ook gezien dat ik soms zelf door mijn gedrag de klas die eigenlijk rustig aan het werken is, onrustig maakt. En ik denk dat ik daar wel nu iets meer oog voor heb. En als het even onrustig is, dat ik dan soms ook terugpak op mijn ademhaling. Ja. Maar ik vond het werk al heel erg leuk en het is er zeker niet minder leuk op geworden. Voordat ze naar huis gaat, gaat Sandra ook nog even sporten. Een gezonde geest hoort tenslotte in een gezond lichaam. Eigenlijk na een aantal trainingen dan de pols die of er nog andere zaken zijn die je wil aanpakken. En in mijn geval was dat gewichtsverlies wat maar niet van de grond kwam. En ja, zodoende ben ik meer gaan sporten. Ik moet zeggen dat het niet altijd lukt, want het is gewoon een druk leven op dit moment. Maar ja, ik voel me er wel lekker bij. Ik vind het altijd wat naïef
dat je tegen mensen die last hebben van stress zegt, ga maar bewegen. Die mensen hebben zoveel stress, die voelen zich zo uitgeput, die gaan niet meer bewegen. Of als je tegen mensen zegt, je moet niet snoepen. Maar juist als je heel veel stress hebt, dan heb je zo die vreetkicks. En het aardige is dat als je ontspannen bent, en dat doe je eerst door die ademhalingstechniek toe te passen, dan krijg je wat meer ruimte voor zelfreflectie. En dan voel je je ook wat beter en dan wordt het ook makkelijker om die bewegingselementen toe te voegen. Leerkrachten die dit nou een heel mooi systeem vinden, die zeggen, goh, dat zijn mooie technieken, zou ik ook wel willen aanleren. Om te beginnen is het misschien al goed om gewoon op je ademhaling te letten. Begin eens 's avonds te concentreren op je hart bijvoorbeeld. Ga eens rustig zitten en adem rustig 5 tellen in en 5 tellen uit. Ook als je in een moeilijke situatie zit, een vervelende klas of een gesprek met een ouder, concentreer je even op je borst en adem 5 tellen in en 5 tellen uit. En dan merk je dat dat moment van bezinning, even tot jezelf komen, dat dat al heel veel scheelt. Ja, alleen, ik moet natuurlijk wel eigenlijk op de fiets naar mijn werk.